Vandaag starten we niet in het circus, maar wel in de fitness. En daar zitten deze heren voor iets tussen. Pablo en Joël komen uit Peru en vormen samen het acrobatisch duo Vitalis. En voor hun act moeten de spieren dagelijks getraind worden. Every day I need a training, I need a work. This is a weird job. And only training, I think it's training, work and decision, you know. Discipline, this is part of the light, yeah. Yes, we have a lot of passion, I think, for our job. Because me, I like to train always. When I was young, I trained, I was to do a sport, like martial arts. During 12 years, I was competition in my sport. After I decided for change the sport and circus. And I think it's the best for both, because he thinking like me the same. Dit is waar Pablo en Joël voor leven, hun acrobatie-act. En ook op de training in de Sint-Niklaasse Fitness passeren de evenwichtskunstjes de revue. Met af en toe jaloerse blikken tot gevolg. Ik wou dat ik het zelf ook kon. Dat is wel inderdaad heel uniek. Ik vind het wel chapeau om zich komen en aan Janneke tonen wat ze kunnen. Dat is wel uniek om te zien. Ik weet niet over welke sport dat ze doen. Maar ik moet zeggen, niet gemakkelijk wat ze doen. Zeker niet. Maar luttele seconden later wordt het nog een pak indrukwekkender. Zonder probleem balanceert Joël omgekeerd bovenop Pablo's hoofd. Hoofd op hoofd. En laat dit nu net het handelsmerk van dit duo zijn. Ze haalden er zelfs het Guinness Book of World Records mee. Yes, I have one record Guinness in Girona. I tried to do that 99 step, head to head. This is a new record in last year. But 99 step and up is very difficult for me and Pablo, because Pablo need to take me, no, it's 65 kilos above the neck and in equilibrium. Before two guys from Vietnam was to do this record, and I say, oh, maybe we can broke this record, because we train a lot head to head too. For me, it's one challenge, I think. I like the challenge. All my life, when we was broke this record, I feel very, very good inside me, myself, because I said, I can do it, everything, if you decided, just if you have in your mind, you can do anything, I think. En ook in de ring van Sint in de Piste laat het duo Vitalis het evenwichtsnummer op de trappen zien. Dat is uniek dat zij in Europa te bewonderen zijn. En je merkt het op in het Guinnessboek en je programmeert ze en je merkt dat het dan echte publiekslievelingen worden in je eigen programma en dat ze ook de weg vinden naar Europa. En dat is een mooi voorbeeld op welke manier Sint in de Piste toch ook wel ergens een trendsetter kan zijn. En wie weet, misschien zet duo Vitalis ook een nieuwe trend in de Sint-Niklaasse fitness.
Hoe dan ook. Terwijl Pablo en Joël hun spiermassa op peil houden, zijn in de circustent op de Grote Markt vier jonge Diabolo-talenten iets nieuws aan het proberen. We just want to try if the audience there and when we catch when it comes like this and you catch like here. So it's like trying to make different. Because to make this, to make the audience really feel when the other comes, what it looks like. We will see that because if not stable, the other will go out and hit the audience. So we don't want to that happen when we have show. Of Diablo Walker het aandurft om een nieuwe truc te brengen voor een volle tent, dat zie je morgen. En met het laatste dansnummer van de Zwarte Pieten valt ook het doek over alweer twee succesvolle weekends Sint in de Piste. Tot morgen!